Onze begrippen redelijk laag. Hij is heel bleek. Dus de slijmvliezen zijn bleek. En ook in de bek. Zie je, het uier is ook heel bleek. Dus. Ja, dat kan te maken hebben met teken. Dat hij dus een ziekte heeft opgelopen door het teken. De micro-organismen uit het teken. Die tasten dan de bloedcellen aan, de rode bloedcellen, die gaan kapot en dan krijgen ze bloedarmoede. Ja, dat is een bekende ziekte in dit gebied. Oh, dit is leuk. We vinden nu een flesje aan, in de berm. En we zien, dit is oxytetracycline van de firma Alphazan. Dus nou, dat wordt hier kennelijk gebruikt. Het is hetzelfde product als wij ook in Nederland gebruiken voor alle aandoeningen. Het gebruik van antibiotica in Oeganda en andere Afrikaanse landen is zorgelijk heeg. Deskundigen binnen benauwd dat uitzien hier miljoenen mensen sterren zullen doordat bacteriën resistent worden binnen voor dit geneesmiddel. In Oeganda wordt een soort antibiotica gebruikt door de import van de Holstein Friese koe van de jaren 60. Deze koe joeg 2 of 3 keer zoveel melken als de Longens eigen koe. In Oeganda is dat de Ankola koe, een opvallend lange wan die beter opwoeksen is in de lokale omstandigheden en ziektes. Daarom waren de 2 rossen ik wel kruist. In Nederland is het gebruik van antibiotica maar de helte verombracht. Maar mat van de oer hiet ijs 100% minder worden. Want er wordt nog altijd vissen te vallen broed. Een Fries team, met een boer, een veedokter, een journalist en een landbouwkundige is op onderzoek in Oeganda. Hoe groot is het probleem en wat kunnen boeren doen om het gebruik van antibiotica in Oeganda verom te brengen? Het team wordt aangevuld met een kroegeneeskundige uit Indië die een soort ondervinding heeft met het vervangen van antibiotica door lokale kroegen. I understand that you have 2 herds. So you have an Ankono breed herd, and you have exotics. Yeah. And how is the health of the of both? They are dying because of East Coast fever. It can die even if it is healthy. It dies. Which cows are dying? From the crossbreeds. Okay, the exotic. The exotic. Yes. But the Ankora cow, they are okay. Why do they die? Because of ticks and the East Coast fever, especially here. What kind of measurements did you take? We treat with antibiotics. We inject medicines. But they continue dying and we have lost many. So for me, I've lost like 100 or more. De groep uit Friesland wordt in Oeganda roenlieden door een Leidse organisatie van boeren die besiekje het vakken van de traditionele Ankola koe onder de Oegandese boeren te propageren. Ook de regering docht dat op Leidse schaal op deze steedsboerderij. Relying on antibiotics for so long has these negative effects. You become resistant, the virus of bacteria will become resistant and in the end we are the losers. Our lives are at risk. Our livestock is at risk and we are at risk. So our colleagues from the Netherlands and Asia have come together to work together and try to see how best we can, you know, reduce this use of antibiotics.
Sond de jaren 50 werden jaarlijks honderden Friese kijnen in Afrika verkocht. In de 60 jaren nam die import ook in Oeganda grootschalige farmen aan, doet de president zijn programma Wolfeert voor Elsenien presenteren. De Fries-Hollandse koe kregen erin een centrale rol vanwege haar hege melkproductie. De Holstein-Fries waart in Amerika vocht uit de Fries-Hollandse koe. En vanwege zijn hege melkproductie letten we in Nederland heel. Boerinne Flore Cavamaggio wie een van de eersten in haar regio die het Holstein-Friese kei kocht. Ze had in verhoring een grote pleets waarmee ze haar hele familie onderhouden had. Op mijn kop proppen in de voorkamer, schoeien van een beste bui die op een golfplaten dak klettert, je de groep Friesen aan waarom Flora oerstapt is op Friese kei. Ik heb een tijdje sinds het zin van goed. Ik heb het niet gezien. 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 In deze zone is kamwa kan dus kan niet kam. Kan niet basis keta kabeiren katte je kweveiren is kwa. Toa tungen te zijn zungu kawa karro. Toa guzeze ni ankore. Toa zom zijn zungu ntroonden tas. Kan een kavansi ne. Zeja op na kovo. Toa ta homoe joa. Toa ta homoe fruto. Toa ta homoe optoroje. In deze zone zaf. It was government policy because they wanted to make sure everyone has money, but they have found the difference. They have found how it is hard to maintain them for any local farmer here. Yeah. You have to feed them like human beings. You have to take care of them all day. All day you have to keep them. They are like babies. Which is too costly for any farmer here. How many liters the Ankole cows gave at former times when the breed was not still okay? Narti kumneita ne kanest. Hawokano harhubza vizremerwan kumu ifasa zmiki. Mhako zamik. Ikaremerwa yeva katuarevian zva kai kamera kumu ifasa. Harho. Narta makumiavi. Ma harho no bravo umurubuti. Umurubu no bumban numbuman. Amachuba. Amachuba debi. Eh. Inyo arwente inarebi neka kamu. Het is voor zo'n vrouw natuurlijk een enorme straf dat ze 100 van die Holsteins hebben en die geen idee. Dat is natuurlijk afschuwelijk. Ja. Nee, maar het is goed dat ik meestal mensen niet aan het al aan de horen wollen. Maar dan moet het valk net veroordelen, dat lijkt me net goed. Ja. En ik vind echt dat ze die behouden moeten, dat zijn prachtige beesten. En inderdaad, waar hun identiteit en alles is het heel belangrijk, dat kan ik me heel goed voorstellen. Maar het idee dat die aankolen kei. Vroeger ik 15 liter jongen, ja, dat is volgens mij alleen maar overlevering. Maar dat is alleen maar dat ooit ze wie. Ja, loop ik net. Ja. Kei 15 liter is een soort. Ja. Voor een hals dan hier is 15 liter een soort. Als het gas is, nou, de verteerbaarheid. Nou, dat vind je 15 liter. Daar loop ik niks van. Nee. Mijn boerenverstand zou het nee. The Holstein cow, you need to feed him to keep him healthy. Mm. He needs maize and cereals. It is expensive. It's expensive, but that's not most important. As long as you make profit, you keep on going. And if it costs a lot of money, okay, we do a little bit more. So we're in the system of growing and more and more. Making and more money. Make more money and use more money and need more money and make more money. So, well, I think it's a dead-end street for the ecosystem.
We have a monoculture in Holland now. We lost 85% of our biodiversity. Yes. And we lose the birds. There are no bees here. Bees, yes. We lose it. We start losing it. And some people wake up and they want it back, but it's a hard way to get it back, but you lose. Yeah. So strange that we can learn from one another, huh? Yes. Haast elke boer sproeit pesticiden tsjin tieken, die dan via de kei oer de gerslon verspriedet. Vogels, bijen en oorinsecten binnen er haast net meer te vinden. Wij broek het ik nou, we hebben de skiep, hebben het al dingen. Ik zie hem nooit zien. Het roept naar carboleum. Ja, inderdaad. Jan, is er wat verstap dat er nog op komt? Dat hebben we gisteren gezien, hè? Ik zou het uit mijn hoofd niet weten, maar deze teken. Ik heb hem zelf net op je handen gewaaid. Hij neemt er zeven tools, man. Het is very unhealthy voor hem te doen. Ik weet niet wat ik hier aan mijn schoenen heb. Ik weet niet wat ik hier aan mijn schoenen heb. Ik weet niet wat ik hier aan mijn schoenen heb. Ik weet niet wat ik hier aan mijn schoenen heb. Ik weet niet wat ik hier aan mijn Nugubanu gutuaro amana gago go na gar kuizamu yaga na gakora chi. Bueno zom umna kumbudyo bumi yaga. Kanda ho ho kubano irkanga. Umi yaga go nka nugukuiha otugu kutaha munong. Can you explain the assumed effect of spraying the ticks on people's health? If he does not maybe take a shower or does not wash, and then it is the sun comes up, he can easily become dizzy and find him collapsing. That is the effect. You see how you are coughing? Yeah. That's a result of the medicine effect which is coming to you. The instructions on those drugs are clear. Put on a mask, do whatever is necessary, then start spraying the cows. So you find that they do not follow such instructions. That's why they may even be affected in the way they may not know. Yeah. I saw you sprinkling all the animals, and I was worried about the environmental impact. His response was that they used to get the ticks. They pick them from the cow and kill them or put them in fire and burn them. But when the chemicals were introduced, they spray them, and I mean, it was easy life. But he's saying that even today, the tick itself has become resistant to this chemical. Yeah. So they spread it, and they spray, and it falls off. Then it dozes off for some few hours. It's drunk, maybe. He's saying drunk for some few hours. Then it comes back again and goes to the cow. So he's saying, I mean, how can we survive? What should we do? Is there any dangerous chemical you once use it and you maybe stopped using it in the interest of protecting the environment? Pesticides we did fertilizer a lot, we did it all, and now we slow down because we see that it's the dead end road. So you're advising also them to slow down on spraying the ticks? Yes. But the ticks will increase the risk of the death of the animals. Yes. So that's, for me, hard to have a solution for you. But I appreciate that he is aware of it. And be aware is the start. And if you can do it with herbs, try out, find out. So, we are here in Uganda, and you are from India. Yeah. But you have a lot of knowledge in India on medicinal plants. Yeah. We heard here that one of the cows has a problem of anemia. Yeah. Because of ticks. Yeah. So,
In 2 days' time, we have a meeting again with farmers. Could you make demonstrate to the farmers how you make a medicine out of the plants? Sure, I'll demonstrate it. Four handful of neem leaves. Now, kambira ngutu amabigea ganimweji. Bakubasa kujira umtiganja chawe. Four handful of tulsi leaf. Four handful of lantana. 50 grams of turmeric. 250 grams of aloe vera. And 10 points of garlic. Amena katungu chumweji. Everything you grind together. Put 5 liters of water. Then you can spray it on the animal. And you don't need to use any chemicals for that. Penstrap, hè? Dat is hetzelfde. Dit is de one we saw. Ja, wat we gezien hebben op de boerderij. En dit wordt gewoon verkocht hier over de toonbank. Ja, zoals wij in Nederland een brood kunnen kopen, zo kun je hier penicilline kopen. Dus bij jou moet je het op beschrijving doen als dierarts? Ik mag dit alleen maar verkopen als ik op indicatie, als ik weet waarvoor gebruikt wordt. Aan boeren die ik ken. Het kan dus zijn dat mensen allergisch worden voor bepaalde resten antibiotica in de voedsel. En daardoor klachten krijgen die zij op dat moment volstrekt niet kunnen verklaren. Of die misschien nooit verklaard kunnen worden. Maar uiteindelijk het gevolg zijn van residu. De potjes penicilline die kosten hier in de verkoop minder dan waar ik ze voor kan inkopen als dierenarts in Nederland. Dus dat klopt toch niet? 8 euro is voor deze mensen hier natuurlijk veel geld. Maar voor de industrie die het maakt, maakt het niet uit. Maar die verkopen dus, omdat de mensen hier minder geld hebben, gewoon die potjes ook voor minder geld dan dat ze het bij ons verkopen. Zo zit de markt in elkaar. Onvoorstelbaar. En mensen zeggen hier ook van, ja, natuurlijk zit er antibiotica in de melk, want wij gebruiken het. Dus ze zijn bijna verbaasd, dat wij verbaasd zijn dat het erin zit. Maar dus het is wel zorgelijk dat het bijna overal voorkomt. En sommige mensen zeggen een tikkende tijdbom. Er is een Engelse studie eind vorig jaar die aangeeft dat als we niks doen, dat er dan in 20, 30 jaar dat er dan 10 miljoen doden vallen. En vooral ook hier in Afrika, omdat de gezondheidszorg hier in Afrika niet goed geregeld is. Van die 10 miljoen wereldwijd zullen de helft in Afrika vallen. En door allerlei eenvoudige ziektes kunnen ze werken antibiotica niet meer straks. Omdat we nu in al die melk en al die producten al die antibiotica krijgen. Ja. Oké, neem gewoon het bakje mee. Dank je. Dan kijken we dus of er strepen ontstaan. En op grond daarvan kunnen we concluderen of er nog sporen antibiotica in de melk zit. We zien dat er 2 streepjes zichtbaar zijn. Komt overeen met deze schaal. Hè? En dan betekent tetracycline positief.
Dus in de tank melk, waarvanuit de melk dus gedistribueerd wordt, verkocht wordt aan de bevolking, daar zit gewoon onomstotelijk tetracycline in. Mensen zitten met het probleem van East Coast Fever en daarvoor wordt tetracycline ingezet. En dat is zo wijd verbreid dat het dus zelfs aantoonbaar is in een tank waarin de melk wordt, zit van 10 tot 20 boeren. Ja. Dus daar is er sprake van een verdunning al? Ja. Dan is er al sprake van verdunning, want er is natuurlijk ook goede melk. Hè? We hebben net gezien dat de melk van de ene boer wel goed was, hè? Dat die aangeleverd werd. Dus eigenlijk is het sneu. Hij heeft geleverd goede melk. Hij zou er een goede prijs voor kunnen krijgen en de andere levert slechte melk en die wordt vermengd met de goede melk. Dus in per saldo is alle melk in een tank slecht. You have the antibiotics in the milk, of course. You have treated now and tomorrow you are going to milk. Yeah. Or you have dewormed today and tomorrow you milk and consume the milk. Okay. So you have consumed the drug. Me, that's how I take it. Mm-hmm. Mm. And so me, I have stopped taking milk. Mm-hmm. I don't drink milk. You don't drink milk? So you sell it? Yeah, I sell it. But even people at home, they drink a lot of milk. Mm-hmm. Mm. I can't stop them, but for me, I have stopped. You can change. You can't change because if you change, the crossbreeds, the exotic ones, they produce a lot of milk, and we keep on selling the milk for school fees and other home consumption. And you need money. So you need the milk of the crossbreeds, and you need the health of the Ankorians. Aha. Jai ni jamu samangari Keesend dat de beste boer van Oeganda van de laatste 2 jaar is Dick Mujingo. Om zijn melkenproductie zo heeg mogelijk te krijgen, verkocht er zijn soishoenen aan kolenkei en heeft er nu haast alleen nog maar Holstein Friesians. Hij wil ze op stal houden om ze satje in de tieken te beschermen. Nu sproeit er ze 1 keer in de week het zijn tieken met pesticiden. Dus je ook de grote gevaren ervan. Drug traders, they have fake drugs on market. Some drugs are genuine, but some drugs are not genuine. And when you use an acaricide, which is not genuine, you are going to get fake results. You end up losing the cows and losing business. Are you losing cows? For the last 4 months, 5 months, from August to December, I have lost 4 cows. And I have used 5.6 Uganda shillings, million shillings, on antibiotics only. So, you're still making money? I'm not making money of now, but I have hope of making money in the future. How will you change it? I'm planning to feed my cows on silage, hay, and other feeds so that they don't move looking for feeds all over the place, so that I can control on tick disease cases. And if I control on tick disease cases, I will be not losing a lot of money on antibiotics. Aha. You told us before that you will stop grazing and put them inside. But we worried about the sustainability and the environmental issues because you need to cut all your grass and you lose all your trees as well. You have a beautiful place. It's very, very good soil. You have the rains. Yeah. But if you destroy the ecosystem, I don't know what's going to happen. I think you know it better than me. But the ecosystem is so important. The trees and the soil and everything with it. Perfect, yeah. No. So don't destroy that.
Please. So what I need is, I need to get in touch with you. Yes, you come to my place. You come to Holland and I'll show you my birds. Sjoerd Miedema is een van de Friese boeren die het gebruik van antibiotica waarom wist te brengen door de verziekte kwetsbare Holstein Friese kei te vervangen door een ouderlong als eigen ros, de blierkop. Hij kruist die mooie Frans ros en de Holstein om een ideale mix te krijgen. Minder vet bij verziektes, wol minder melkproductie, maar ook minder kosten van kreeftvoer en antibiotica. You saw our way of farming in Uganda. Mm-hmm. We can improve it by taking semen from other breeds. I think the local breeds. Yes, the don't forget the local breed, because they have the resistance. The resistance, yes, against all your diseases. Mm-hmm. The Holsteins don't have that. That's why I try to find out. You know, that's why you see so many difference. Mm-hmm. I just find out which one is more sustainable. Because I don't want to, go down to with antibiotics till zero. We are very low, but I don't want to use it. It's for us, for the human, not for the cows. Supposing a cow gets sick, what options do you see to use? And do you plan to use? I just still use antibiotics, of course, yes. I don't have the solution yet. I just try to find out. I just want to keep them healthy so they don't get sick. That's the only thing I can imagine for now. But I believe in the cow's own strength. So that's why I want to slow down with everything, so the cow can do it by itself, more sustainable. Now there is a very perfect market in our country for those big chemical producers. So, because all these industries here, the chemical pharmacies or producers, say, okay, keep the Holstein fresh, and we are so sure it will not survive without those chemicals. I think so too. When I was in your country, they see my white skin and they ask me, what kind of products are you into? That's the only thing they were asking. Oh. And you have your own knowledge. I know. Yes. But to brainwash is very, very dangerous for us as Ugandans. Yes. Yeah. Everywhere, everywhere. Everywhere. In here as well. They all think, okay, now the quota system is done. So, okay, let's buy cows. Let's milk more, more, more. Come on, more fertilizer, more power, more energy, more money, less food. That's more. Not a problem, you know. Just a number getting bigger. Yeah. I'm done with that. Okay. Just a number getting bigger. I mean, we can't go the Dutch way. We have to go Ugandan way. Somehow, we can't just lift this farm and put it. Pick the things out of the world who are good. Exactly. Don't copy pick it. What is good. What is very important is the farmers. The farmers in Uganda and the Dutch farmers must have a network. Yeah. A network on how to discuss and improve on dairy farming. Yes. How do we eliminate the Holsteins on our farms? What we need to do is that we have to get local breed semen on the existing breed we have so that we can balance. Yes. We have to go back to nature. Yes. Yeah. Yes. The balance, the balance, the balance. You can preserve nature, ecosystem, then you have what you want. And it is nature. It is best for human consumption Yes. and the generations to come.